ik ben Casper te Broeke. Ik ben 15 jaar oud en wij hebben een baantje gemaakt. Ja, want jouw vader heeft een hele leuke tuin, hè? Ja, dat is het weiland van mijn vader. Ja. En deze bolshopen die zijn niet helemaal, hè? Nee, dat klopt. Dat hebben we met schep gemaakt. Allemaal voor de crossfiets. Nou, dat vermaken we ons wel hier. En Hendrik, je hebt hier een hele crossfietsje, maar wat doet dat frame daar dan in die boom? Oh, dat frame, dat is echt een oud frame. Is dat van mijn vriend van mij. Die doet ook BMX'en. Alleen, ja, hij heeft nu een nieuwe fiets. En die hebben we dan gebruikt om, laat ik maar zeggen, gewoon een beetje een speelfietsje. Dus hij kan eigenlijk wel kapot gaan. Dat maakt niet zoveel uit. En die is op dit terreintje kapot gefietst? Ja, we hebben hem natuurlijk laten vallen. En toen is de voorvark is helemaal afgeknapt. En ja, nu kunnen we natuurlijk niet meer op fietsen. Dus daarom hangen we hem dan gewoon in de boom. Dat we dat gewoon, ja, leuk vinden. Ja, we waren hier een beetje alles aan netjes aan het maken. Want het zat helemaal onder onkruid. Dus, en wat is hier? Ja, Bikepark Haaksbergen. En dat hebben jullie helemaal zelf bedacht? Ja, we mochten hier fietsen van een van de vaders van onze vrienden. En toen mochten we hier alles zelf gaan bouwen, dus dat was wel heel gaaf. Jullie zijn fietscrossetjes, lid van de DVO. Ja. En nu heb je je eigen privé oefenterrein. Ja, klopt. Ja, dat is een beetje begonnen hier. Want in het Grintenbos hadden we eerst een baantje gemaakt, maar dat was niet zoveel. Mocht je uiteindelijk ook niet meer fietsen. En toen zei mijn vader, nou, dan maken we bij ons eigen weiland een baantje. Nou, zo is het een beetje begonnen. Nou, dan, als het kan, dan ben ik hier wel elke dag. En hoe lang heb je daar aan geschept? Sinds vorig jaar mei zijn we hier begonnen met scheppen. En fietsen? Doe je dat elke dag? Als het kan wel, maar meestal, ik zit ook nog met werk en zo, dus. Ja. Nu al aan het werk? Ja. Als er reparaties moeten komen aan de fiets, moet er wel betaald worden. En vertel eens, wat is het leukste aan deze baan? Of het moeilijkste? Ja, het leukste is wel dat je hier gewoon met je vrienden kunt fietsen. We kunnen hier een beetje doen wat we zelf eigenlijk wel willen. Grote bulten maken. Ja, gezellig s'avonds eten en gewoon een beetje lol maken. Oh.